Goedemorgen meneer. Nou, ik ben hier weer even bezig met mijn stok en het eerste wat ik aan het doen ben is natuurlijk het zuur van mijn handen van de stok afhalen. En daarbij is het dus ook onderhoud van de stok heel belangrijk. Dus dat je dus ook terwijl je aan het oefenen bent steeds de stok weer een klein beetje gaat poetsen, schoonmaken en of met de bijenwas. Dat je daar zo lekker mee gaat poetsen. Ik doe het altijd wel. Ik heb bijvoorbeeld hier nog hele dikke klodders. Is gewoon lekker ingesmeerd. Laat ik een aantal dagen zitten en dan ga ik steeds stukje voor stukje voor stukje. En die ga ik dan ook poetsen. Goed draaien. En dat draaien, wat ik dus ook doe zoals dit nu, heeft allemaal weer een functie. Want als ik hem zo heb en ik draai hem, dan zitten mijn vingers eronder en dan kan ik iets tegenhouden. Want als ik kracht krijg omdat ik iets moet gaan slaan, dan vang ik het wel op mijn hele onderarm met mijn vingers erbij. En dan kan ik kracht tegenhouden. Dus als ik nu aan de onderkant bam, een klap zou geven, vangen mijn vingers, mijn onderarm, nu die kracht op. Zou ik het zo hebben, pots vanaf de onderkant, dan zit mijn hand erop en dan kan zo die kracht uit die vingers slaan. Dan ben ik gewoon op mijn stok kwijt. Dus als ik zo zou gaan slaan, ben ik bezig, pop, en ik sla op deze manier, sla ik alles zo uit mijn handen. Dus terwijl ik aan het vechten ben en ik draai om uit de onderkant te slaan, heb ik dus ook, hop, onderkant, mijn onderkant, mijn onderkant. Alles is erin gemaakt om nu gewoon kracht tegen te houden. Dus ook als je bezig bent met je draaiingen om te slaan, ga dan niet in één keer door totdat je boven komt om dan te slaan. Hop, slaan, nee. Erin en je hebt iets vast. Je hebt iets vast. Pap, pap. Dus ook met die bewegingen dat je hier zo bezig bent van links naar rechts, sla dan niet op die manier naar boven. Dat je zo komt. Nee. Sla je onderdoor, is je hand ook open en dan gaat hij naar boven toe. Happatee. Hap, draaien. Slecht. Hap, bijdraaien. Dus ook als je hier bezig bent met het draaien. Draaien. Oh, slecht. Slecht. Goed. Dus draai ook in, hè. Want je gaat ook, boem, naar boven toe slaan dat je kracht nodig hebt. Dus vandaar, lekker bewegen. Lekker draaien. Hoppatee. Pakken. Pakken. Die is goed. Slecht. Goed. En in einde voel je. Hey, hier kan ik echt goed slaan. Verdedigen. Verdedigen. Goed. Hop. Hier kan je weer lekker prikken. Prikken. Dan ga je slaan. Onderkant. En dan is het ook weer tijd doekje erbij te pakken. Even schoonmaken. Even schoonmaken. Dan heb je dus ook alweer een heleboel oefeningen gedaan voor strikes, hè? Schoonmaken. Boom. Net zoals die hand eronder. Boom. Is ook alweer een strike. Dus je hebt zoveel mogelijkheden uit zo'n klein stukje. En ik zou zeker daar iets meer mee spelen. En bewust van worden. Dus weer een tip. Weer een oefening. Maak het leuk. Maak het je eigen. Claim het ook. En zorg voor je stok. Hè. Take care of your stick. Dan doet hij dat voor jou ook. Ja? Hey, mannen, geluk.